Waarom tril jij zo? Waarom tril jij zo? Ik ben gek. Hoi. Een hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenbom. Want daar zijn jullie gewoon weer bij aanbeland. Ik ben boven druk aan het werk geweest. Ja, en ik ben nog aan het werk. Het is vandaag zaterdag, de 28e september. En we leven alweer reeds om 17 over 3. En ik moet nodig weer met de meiden eruit. Maar het regent steeds. Oh, wat doe ik nou weer? Ik hoef daar niet naartoe. Ik was een buienradar bezig, ja. Komt er maar. Momenteel moet er een piekje wezen, maar ik zie nou niks vallen. Dat dus. Daarnet heeft wel heel even geregend. Maar dat is dus de buienradar van wat het weer gebruikt op de televisie. En nou die andere pakken. Daar komt dit aan. Dus ja, ik vat het twee keer niet. Het is 13 graden, dus het is nog koud ook. En dus ja, niks aan. En ik ben nog met mijn computer bezig om die te openen. Ik heb hoofdpijn, dan weer heel erg en dan weer niet heel erg. Het gaat op en neer. En dan weer schele hoofdpijn en dan weer helemaal. Ik word er niet vrolijk van. Ik denk, maar ik maak me toch op. Want niet bij de pakken neerzit. Ik heb wel een hele tijd op bed gelegen. Omdat het gewoon niet wou. Maar ik ben ook aan het werk geweest. Want ik had een zwaartedeken had ik gekregen. Maar dat vroeg niet op mijn eigen bedje. Nee, ik moet mijn eigen spulletjes weer terug. En ik ben nou het laatste in de droger aan het doen. Eén hek al gedaan, nou de tweede. Dus dat is al gewassen, die eerste natuurlijk. Anders doe je het niet in de droger. Nee. Maar in ieder geval, ik ga met mijn meisjes even uit. En ja, jullie zien het, dus ik heb mijn blouse eronder. Nou, dat matcht weer goed, hè, want die kleur zit erin. Ja. Het is helemaal, prachtig en mooi, ja. En dus, nou, en mijn blauwe vest heb ik erbij. Ja, want er zit ook blauw in, dus ja. Wat willen we nog meer? Dus ja. Het matcht allemaal. Ook mijn oogschaduwen matcht. En ik heb mijn haar weer gedaan. Dat heb ik nou op een andere manier weer gekamd. Zoals ik het normaal gewend ben. Want het zat voor geen meter. Ik denk nou, hup, ik doe het mijn oude model. En dan komt het ook wel weer goed. Ja, toch? Ja. Moet eigenlijk ook weer gedaan worden. Maar ik denk tegen de feestdagen dan maar weer laten doen. Ja. Want ik ben mijn nagels ook aan het uit laten groeien. En als het me te lang wordt, dan pak ik zelf de nagelknipper en dan is het hoppa. Ja, zo simpel. Dan maak ik ze gewoon weer korter. En laat ze maar uitgroeien, want dat kan. Ik ben niet een type die dat bij een nagelstylist wil doen. Dat ben ik een type niet. Nee, ik. Moet je ook zo voorzichtig zijn. Maar daar heb ik geen zin in. Maar het blijft wel mooi, die nagellak zelf. Het beschadigt niet, hè. Het is gel nagellak. Ja, gel. Dus ja, helemaal top. En ja, nog een ander lakje eroverheen. Dan komt een lakje onder. En dan gaat dan die blauwe lak eroverheen. En dan gaat er weer een lak eroverheen. Hoe en wat, ik weet het niet. Nee. Geen verstand van, dus. En ik kon het er ook niet vragen, want ze sprak buitenland. Dus ja. En dan een Nederlandse vrouw die dat doet, dan kan ze zeggen, nou, ga nou dat en dat doen. Was ook voor jullie leuker geweest, denk ik. Maar ach, ja, jullie hebben het nou ook gezien.
Maar hè, dan had ze eerst bij wijze van spreken schoonmaken, veilen schoonmaken, nagelriemen losmaken, schoonmaken, want je blijft het schoonmaken. Nou ja, dat gaat zomaar door, weet je, totdat ze klaar zijn. Dat had ook heel erg leuk geweest als dan iemand dat vertelt, hè? Ja. Maar ja, oké, gedaan een zaak in me gewoon geen keer. Ik heb mijn vleermuis ook weer gevonden voor op mijn scherm. Dus ja, die ligt even op mijn bureau, voor op mijn scherm van mijn booster, hè, mijn windscherm. Daar, dat bedoel ik. Maar ja, ik ga nou even met de meisjes lopen. Ja, jullie waren al bij mij aanbeland. Ja, ik had jullie al welkom gewenst. Ik krijg nog de kriebel in mijn keel ook. Vanochtend om 7 uur trouwens. Vanochtend om 7 uur word ik wakker. Ja, ik word wakker. Niet door de dieren. Nee. Stond een vrouw en een man te kwekken onder mijn raam. Dus voor de keuken. Eerst vragen hoe het ging, et cetera. Nou ja, niet zo best. Wat dan? Nou ja, we zijn allemaal niet in orde. We denken dat door het weer komt. Ja, logisch. Nee, ik heb een kriebel. Ik ben niet verkouden, niks. Ja, zo dus. Maar ook die stonden te hoesten, die stonden te niezen, dit en zo. Klagen en wee. Ik denk, jeetje, moet dat morgen om 7 uur? Ga je nest in als je je eigen niet beroerd, je eigen zo beroerd voelt. Ga dan je nest in en laat een ander niet meegenieten en maak een ander er niet mee wakker. Ja, ik denk, nou, kan dat even geschikt worden om 7 uur op zaterdag? Dan, ja, toch als je beroerd en onderweg bent ziek te worden, of weet ik veel wat, blijf dan op je bed, ja. En laat een ander je hond uitlaten, je hebt toch nog, die mensen die hebben nog kinderen ook. Nou, dan doen die dat toch. Maar oké, ik ga er vandoor, lieve vrienden. Ik heb het trouwens ook koud. Maar, ze zeggen, geniet gewoon van alles met wat jullie doen. En ook een beetje met mij meegenieten. Dan genieten we met elkaar. Ja, toch? Nou, ik zou zeggen, tot later. Nou, we zijn weer thuis. Ja, het is koud, het is rot weer. Het is nou weer even droog. Maar het zijn korte, heftige buien. Ik heb twee brillen op. Buiten. Een zonnebril eroverheen. En nog presteert de regen om er tussendoor te komen en je oog op te slaan. En dat kun je zeer doen hoor, zal ik je vertellen. Jeetje mina, echt niet leuk. Maar ja, maakt niet uit allemaal. Ik ben weer thuis, ik heb gewoon een kort loopje gedaan. Ik denk, ze hebben ook al op het terras aan het poepen geweest. Moet ik ook weer opruimen. Ik wil koffie en ik heb ontzettend veel pijn in mijn knieën, vooral mijn knie. Rug, ja, dat is ook zeurderig, maar mijn knie is erger. Maar in ieder geval maakt het allemaal niet uit. Ik heb meer te doen dan niks. Ik ga straks de vlog in elkaar zetten en daarna ga ik mijn deze camera legen en mijn mobiel legen aan filmpjes, behalve van vandaag niet. En dan staat dat, is dat er ook weer af. Ja, dan kunnen we volle moed verder gaan. Want ook al gaat, bij wijze van spreken, Marianne morgen niet mee. Nou, dan is het een kwestie, ik neem de rollator mee. En ik bestel een taxi en ik ga er alleen nog heen. En waar? Ja, dat zien jullie dan wel weer. Ja. Moet er enkel niet al te idioot later uit morgen. En ik hoop dat morgen sowieso een beter weer zal zijn. Maar dat zal wel niet zo wezen. Nee. Dus, maar oké, okay, ja. Het kan de pret allemaal niet boeien. Ja, ik wil er toch naartoe. En het kost 1,2, maar dat is niet zoveel. Het kost maar 2,50. Maar ik moet vandaag ook nog op de booster heel even weg om geld te halen. Ook dat moet ik doen. Ja. Yeah. Anders dan begin ik niks. Nee, ik moet toch ook weer boodschapjes doen, et cetera. Ja.
vandaag wel niet, maar ik moet toch wel geld hebben ook voor morgen, want anders kan ik er niet in. Nee, wat ik heen wil. Maar ja, dat komt ook wel goed. Het is trouwens, ja, koud. Ik ga eerst een bakje koffie doen, geld kan ik ook binnen strakjes. Ik hou de buienradar gewoon ook in de gaten. Ja, kleine piekjes nou, ja, maar heftig. En dus we houden het in de gaten en dan ga ik straks gewoon eventjes op de boeter eventjes naar Albert Heijn toe kijken of daar geld in die automaat zit. Van de week niet, kon je buiten pinnen. Nou ja, lekker dan. Maar ja, dat maakt ook niet uit, daar ben ik mans genoeg voor. En doet ik het liever binnen, maar ja, automaat in Albert Heijn, die deed het niet. Die was buiten gebruik. Ja, kan gebeuren. Dat ding, dat is meer stuk dan wat anders. Ja, en buiten, dat doet hij perfect. Ja, dus. Maar ja, Albert Heijn, dat heet je dan zo. En als je dan Albert Heijn uitrijdt, moet ik rechtsaf. En dan zit hij op de hoek, zit er nog een pinautomaat. Ja, enkele banken, ja, maar die zijn, Joost mag het weten, maar die zijn allemaal opgedoekt. En allemaal door die Klaus Schwab en door die Maxima en door die andere achterlijke lui. Allemaal opgedoekt, want ze willen digitaal hebben. Ja, dikke jelle en twee pot bier, zeg ik dan. Ja. En dus. Maar in ieder geval, ik ga aan het werk. Ook moet de keuken eigenlijk, maar heb ik ook geen fut in. Ik ben een beetje futloos. Ja, kan gebeuren. Maar we houden het wel leuk. En we gaan gewoon leuke dingen doen. En niet die sombere dingen. Dat doe ik straks wel wanneer ik weer de fut voor heb. Ja. Zo simpel als een bruine boon. Ja, het hangt me niet op de rug. En ik hoef het niet mee te sjouwen. Ja, toch? Ja, dat dus. Maar voor nu zou ik zeggen, geniet verder van jullie middag. Het is nog steeds middag. Het is 15 uur 58, ja. Dat dus. Nou, geniet ervan met wat jullie doen. Maar geniet gewoon ook een beetje met ons mee. En tot later. Doegie doegie. Ja, lieve vrienden, ik ga even de hort op. De winkels zijn weliswaar bijna dicht, maar de supermarkt nog niet. Dus ik kan nog het een en het ander halen. Ja. En ik heb mezelf beloofd, ik doe het zo goed ook met afvallen, dat ik nou wel even weer één frikandelletje speciaal mag. En dan neem ik ook gelijk voor de meisjes een rauwe frikandel mee. Dat vinden ze lekker. En ook hun mogen eens een keertje verwend worden. Ja, op die manier. Het is even wel een beetje slecht, het is niet gezond, maar ach, moet een keer kunnen. En ik bedoel, dood gaan we allemaal een keer. En we gaan er dan niet één keer aan dood. Nee. Dus ik ga dat wel lekker even halen. Frikandeltje speciaal voor mij. Voor de meisjes een rauwe. En dat neem ik gewoon lekker allemaal mee naar huis. En even een blokje ook om. Dus geld halen, een blokje om. Ik kan me niet herinneren dat ik naar de FOMA voor iets moet. Want ik heb alles in huis dat ik moet hebben, denk ik, dacht ik. Ik zou het 1, 2, 3 niet mis meer weten. Misschien dat ik wel ja, iets lekkers bij de koffie nog haal. Want ik ben ook flauw, heel flauw ben ik van binnen. Ja, ik moet toch eventjes iets hebben voor, ja. Ja toch, ik heb ook geen knabbels meer in huis en dat eet ik momenteel ook niet meer. Ja, vorige week die hartige hapjes met Karin, een feestje, toen had ik wat, maar voor de rest ik heb niks gehad de hele week niet. Dus ja, ik ben zo streng wat dat er gaat. Dus ik mag nou wel weer eventjes ietsje hebben dat ik wat te verrappen heb, maar ik ga niet, ik heb nog salade in huis van vorige week voor op toast. Dus dat ken ik. Ja, maar dit is voor die pittige. En daar krijg ik last van mijn maag van. Denk ik. Ben ik bang. Weet ik niet zeker. Maar in ieder geval. Ach, komt er goed. Ik duik gewoon ook even de foam maar binnen. En dan zien we het wel weer.
Ik laat jullie dus thuis. Ik heb mijn mobiel wel mee. Mocht ik al iets zien leuk, weet ik veel, iets geks, dan kan ik altijd nog filmen. Maar het is zaterdag. Er is toch niks. Het is koud. De zon die schijnt nou wel, maar het is koud. Het is 12 graden, zegt hij. En daar staat 13. Hup. Daar ga ik helemaal niks aan. Hup. Hier staat ook 12. Kijk wat hij doet. En het voelt als 10. Dus ja, het is koud. En het wordt nog kouder vanavond. Dus ja, ik had ook niks te veel aan met lopen. Nee. En ik weet ook niet wat de meisjes hebben. Want die willen maar naar buiten de tuin in. En dan loopt Elwin vooral met die neus naar boven. Alsof er iets in die lucht hangt. Van dat er wat gaat gebeuren. Of weet ik veel wat. Maar daar is een husky border collie voor. Hè? En er zit meer husky in dat koppie dan een border collie. In het lichaam zit qua grote border collie. Maar verder is het gewoon een husky voor mij. Ja. Ja, en ik kreeg gisteren op TikTok ook op mijn zuigen dat ik niet weet hoe je met honden om moet gaan. Er was een vrouw die had een gentle raider voor haar honden nodig, omdat ze de honden niet aan kan. Dat maak je. Dan ga ik nadenken en dan denk ik bij mezelf, nou, dat ligt meer aan jou dan aan die honden. Die honden die trekken. Ja, en? Dan doe je toch iets verkeerd. Mijn honden, Elwin, die heb ik het ook afgeleerd, die trok ook. Maar die doet het ook niet meer. Rijka, idem dito, die kan soms nog harder trekken dan dat Elwin het doet als ik ze de gang laat gaan. Maar ik ben baas, niet die meiden. Dan moet je ook naar jouw hond doen. Dan heb je geen gentle reader nodig. Ik heb ook gezegd, ik ben met een vlieg, ik klop met een relator, klop met twee honden tegelijk. Hoe doe je dat? Ja, gewoon. Heb ik het merk opgegeven bij de. Ik zeg dat en dat gebruik ik. Zeg niet te koop bij een dierenspeciaalzaak, maar wel via internet. Ik zeg maar geen gentle reader. Ik zeg, want dat vind ik gemeen. Ik zeg om een gentle reader te gebruiken. Dat gaat om de bekkie heen. Op zich voelen ze niks, maar zodra ze beginnen te trekken. Dan voelen ze dat wel. Maar dat is net zo min, en daar kan ik ook niet tegen, die slipkettingen. Vroeger hadden wij dat ook wel, maar ik was er toch zelf wel op tegen. Ik vond het zielig. Gewoon een halsband is voldoende. Wil je ze laten rennen, zoals ik, naast de booster, dan mag ze rennen. Dan is het een korset om het lijfje heen. Maar geen gentle reader om trekken tegen te gaan. Ben je helemaal bezodanig? Dat is net zo min wat ik ook heb. Maar ja, dat had ik toen voor Frodo moeten kopen. Omdat die zichzelf kaal vrat. En dat heb ik nou niet meer. Dat was zo'n muilkorfje. Omdat die zichzelf openbeet. Omdat die. Hoe heette dat ook alweer? Wolle? Nee, ik weet het echt niet meer. Wolf? Nee. Ik weet het niet meer. Dat moet ik weer navragen. Hij vrat zichzelf kapot. Ik weet niet, dat is ook een soort met huidziekte. En dan vreet hij zichzelf kapot. Hotspot. Hotspot heet dat. Daarvoor had ik het gekocht. Wanneer ik dus wegging. Al was het even om boodschappen of wat dan ook. Dan kreeg hij hem om. Dan hoefde hij dat. Kap niet om. Maar ging ik een hele dag weg, dan kreeg hij die kap om. Melkkorfje was even wat simpeler dan die hele kap. Was ik thuis, had hij het soms af. Vooral als hij zich rustig kon houden. Maar ja, ik ga niet een beest dingen aandoen wat niet nodig is. En een gentle reader is niet nodig. Want dan moet je bij jezelf te raden gaan, ken ik die hond wel aan? Ken ik die hond wel trainen? Kan ik dit en dat wel met de hond doen? En
Ik heb één hond van haar gezien op een filmpje of foto, wat was dat, weet ik niet meer. Was een herder. Heb ik zelf ook herders gehad. Dus hoe zou ik geen honden aan kunnen? We hebben zelfs een herder gehad uit het nest vandaan. En een herder die staat gewoon bekend dat ze sowieso 9 van de 10 keer, ik wil niet zeggen dat het bij iedere herder is, maar 9 van de 10 keer krijgen ze het wolfseigen naar boven. En dat hadden wij met onze manjar. Ja. Die kreeg het wolfseigen naar boven. Ik was blij dat ik alleen nog thuis was. Kinderen waren naar school. En zijn man die stond altijd in de keuken, want ik had een grote keuken. Maar tussen de keuken en de, want we hadden ook een open keuken, tussen de keuken en de woonkamer had ik een schaarhekje. Voor als de kinderen thuis waren en ik was aan het koken of wat dan ook, ze mochten dan niet in de keuken komen. Maar die stond dus toen wel open, omdat ja, ik was alleen en ik was ook bezig. Ik deed net alsof ik bezig was met afwas. En ik hoorde hem grommen. Op een manier wat niet behoorde. Zo deed hij dat nooit. Ik denk, oh, en ik keek al eens met een scheel oog om, zo van, wat ben jij van plan? En dan lag hij me heel vols aan te kijken. Ik denk, oh, alert zijn. En ja hoor, ik hoor die mand in een keer kraken en ik voelde in een poot op mijn schouder. Ik denk, woep, gelijk mijn elleboog naar achteren en ik heb me omgedraaid en ik heb me zo onder de nek gepakt. Ik zei, wat zou jij? En ik heb hem ook zo opgetild en ik heb hem zo in zijn mand gesmeed. Ik zei, dat flik je me geen tweede keer. Het was over. Hij is niet meer uit zijn mand geweest. De hele middag niet. Hij had liggen te slapen en af en toe keek hij me wel eens aan. Ik zei, ja, pas op. Nou ja, later ook de kinderen. Ik zeg, jullie blijven hier. Ik zie, jullie gaan niet naar hem toe. Ja, op een kinderlijke manier, want ze waren nog klein. En je moet wel in begrijpende taal doen. Maar in ieder geval, ze mochten niet naar de keuken. Wou ik niet hebben. En later, dat toen hun vader thuis kwam, toen zei ik ook, ik zeg, niet naar hem toe, ik zie je later. Ik zeg, hij moet zelf, uit zichzelf weer opstaan en naar mij toe komen. Hoezo? Ik zei, dat en dat en dat en dat is er gebeurd. Woep, zegt hij, heb je goed gedaan. Ja, nou ja, toen kreeg ik dus al een compliment. Hij zei, nou ja, dan laat ik hem. Anders ging hij met hem er altijd uit nadat hij thuis kwam van zijn werk, ging hij met hem lopen. Maar ik zei, nee. Ik zei, hij moet eerst bij mij komen om zijn excuses aan te bieden. Ik zei, we zullen afwachten wat hij doet. Wat hij doet. Punt. Nou ja, we hadden het eten en alles al op. Ik had al een van de kinderen al op bed, geloof ik. En ja, toen kwam meneer eens een keer uit zijn mand vandaan. En toen stiefelde hij op mij af. En toen was het met zijn poot op mijn voet. Zo, en dan met zijn voet, met zijn poot op mijn voet. Dat ik ga zitten. Ik zei, wat is er dan? Nou, toen kwamen de tranen over zijn wangen heen. Ja, een hond huilen. Nou, hij heeft gehuild. Ik zei, nooit weer doen hem. Nou, en pootjes om mij heen. En dan kwam een lik. Oh, toen was hij zo lief. Ik zei, goed zo. Goed zo, man. Heel goed gedaan. Nou ja, en toen hebben we hem samen uitgelaten. De twee andere, ja, ik weet niet eens niet hoeveel kinderen ik toen nog had, maar in ieder geval, we hebben er eentje geloof ik meegenomen. Het was dan al bij tijd, dus ja, eventjes met hem wezen lopen. Nou, en toen was het allemaal weer goed. Was het weer over, klaar. En hij heeft het ook nooit weer gedaan. En hij was oh zo lief. Het was de hond van de vader van de kinderen, van mij toen destijds mijn man. Ik ben blij dat ik niet meer met hem ben. Maar in ieder geval, daar was hij van. Hij had hem ooit gekregen voor zijn verjaardag. Maar na dat incident, hij trok meer naar mij toe dan naar zijn vader, naar de baas zelf. Ja. Maar in ieder geval, dan weten jullie dat gedeelte ook weer. Ja, dus ik weet echt wel hoe ik met honden om moet gaan. Ja, je moet je nooit laten pakken door een hond.
absoluut niet en houdt ze ten alle tijde in de gaten. Ten alle tijde, wat voor soort hondje ook hebt, ze kunnen altijd je een streek leveren. En vooral als je ze uit het nest hebt, dan je weet niet wat erin zit. Nee, Elwing die was al volwassen dat ik kreeg. Nou, dat is een goed zak zelf. En Rijka, ja, nou ja, dat was nog een puppy dat ik kreeg. En die heeft op haar eigen pootjes moeten staan samen met een zusje, omdat ze op straat werd gedonderd. Nou ja, wie doet dat? Je gaat toch een kind ook op straat gooien? Ja, dus wel, wordt wel gedaan, maar in ieder geval. Ik moet het niet tegenkomen. Voor degene die dat doen, een kind of een hond of een ander dier op straat gooit. Nou, ik ga er achteraan met de booster. En vooral als ze lopend zijn, dan heb ik ze zo te pakken. Ja, dat dus. Maar oké, lieve vrienden, ik ga er vandoor, want ik zit met te praten en te praten. Ik ga er vandoor en ik spreek jullie later weer. Tot later! Ja, er komen drie zeiknatte levende wezens binnen. Ja, zeiknat. Ja, echt niet leuk meer. Nee. Dus ja, ik ga me gauw ontdoen van dit natte spul, dus ik zet jullie even neer. En hoe jullie staan, ik weet het echt niet. Ja. En dat is van de bril, moet ik me toch even zien te beredderen. Ja. Hi meisje, nat hè. En hem dan ook nog open krijgen, ja. Even aan de kant. Zo. Hè? Zo. En dan zal ik dit even de kachel leggen, want dat is ook zeik in de nacht. Ah. Dat is een brokkie, een kleintje. Dat is een hele. En dat is ook een stukje, en dat is ook een hele. Alsjeblieft. Pasje. Zo. Die daar ophangen. Hoppa. Mijn jas uit. Kanola. Halleluja. Nou, moet ik weer in de gang. Om die job te rijden doen. Althans, van buiten. Nee, jullie blijven daar. Mijn bril. Zo ook even zien dat we daar weer doorheen kunnen kijken. Dat was je gerennen, hè? Ja. Het was rennen, zo snel ik kon, heb ik gelopen. Kijk of mijn jurk ook van onderen nat is. Hoop het niet. Dat het zo erg is als de vorige keer. Dat het nog warm was. Ook zo. Nou, valt me mee. Mooi. Neus
gaan we sluiten. En dan zal ik jullie weer pakken. He he. Jullie willen nog een koekje, hè? Moet je naar de bank gaan? Ga maar naar de bank. Ga je zo koffie. Moet je naar de bank gaan? Dat is de bank niet, hè? Zo, koekjes. Ga op de bank, zei ik. Op de bank. Luister. Ja, doe maar, ga maar. Oh. Zo. Jij ook, hè? Alsjeblieft. Zo, mensen liefhebben. Zo. Ja, dat was even een flinke bui. Dat was niet leuk meer. Ach, niet, nee. Ja, wat doe je eraan? Daar is het nou de tijd van jaar weer voor, hè? Regen, hagel, wat niet smelt. En sneeuw wat niet smelt. Maar ja, hier hebben we praktisch geen sneeuw. Dan alleen nog maar hagel. Maar ja, het smelt niet meer. Dus het moet opgeruimd worden. Om dan achterlijk te worden. Dus met andere woorden, het is gemaakt. Ja, nou, ga je even aan de kant? Aan de kant? Aan de kant? Tegen je poot maken, dan is het je eigen schuld, zo simpel. He he, ja. Ik heb nog niks gedaan, dan enkel lekker met mijn spel. Kun je nagaan. Ja, echt bizar. Je moet wortels hebben, wortels aan het kweken voor een trein. Kun je nagaan. Echt bek af. Ik heb er 20, moet er nog 4 hebben, maar dan moet ik nog een keer 24 hebben. En dat is nieuw. Moet een stoel hebben. Ja, die hek al. Kun ik er nog eentje bouwen. Waar is die? Daar. Hup. Moet ik 9 rozen hebben. Wat doe ik nou? Ik moet laden. Ik moet rozen. Hup, hup, hup. Hup. En dan moet ik weer erin zetten natuurlijk. Zo. Ook weer gedaan, maar dan heb ik in ieder geval wel 13 rozen. Dus laden. En dan moet daar nog, ik heb nu nog 4 rozen over, dus 5 rozen erbij. Maar ja, dat duurt weer 2 uur en 7 minuten voordat de rozen uit zijn. Ja, dat dus. Of de markt moet hebben. Kan ook, hè. Je weet het maar nooit. Nee, de markt heeft niet. Haha, nou. Ga heen en vermenigvuldig je rotvlieg. Kijken of er mensen zijn die hulp nodig hebben. Ja, nou, dan ga ik daar even kijken of ik wat kan doen. Ja, die moet een flesje hebben. Mooi. En dan nog eentje. Dat is Olly. Die moet hebben 1 boter. Alsjeblieft. Nou, dan heb ik gelijk gesaved en dan kan ik gelijk het spel even lekker laten gaan wat hij doet. En op kruisje en dan kan ik mijn andere dingen gaan doen. Maar het wordt donker. Ja, ik zal het jullie laten zien. Het wordt donker. En wat moet jij? Moet jij nou weer naar buiten? Jij deugend, je bent net binnen en je bent trekkende nat. Ja. Ik lek zelfs. Ja. Druppeltjes in mijn nek vallen. Ja. Jullie zijn ook niet afgedroogd nog, nee. Hoeft dat niet.
hoeft dat niet. Het kon nou wel weer even droog zijn, maar ja, het is even droog. Wil jij dan de water? Kan hoor, mag. Ik ken alle kanten op met mij, behalve de roeien. Hè? Blijf gewoon liggen. Hou je weer naar binnen? Rijka? Koekoek? Rijka? Wou je naar binnen? Nou, dan blijf je buiten. Ik stook niet voor Olivier en ik heb de kachel namelijk even aan. Ja, want het werd mij een beetje te koud. En het wordt inderdaad donker, dus wat gaan we doen? Leggies aan doen. Oh, ja. Ja. Kijk, daar hangt ook een spooky. Ja, daar hangt ook een spooky. Wow, wow, wow. En daar gaat mijn stoel. Niet de stoel waar ik in zit, nee, deze stoel. Hoppa. Zo, handdoek eraf. En die moet weer opgevouwen worden. Nou, kijk wat die dame nou wilt. Kom je? Zo. Ja, dan gaan we aan het werk en dat lampje moet nog gaan, maar dat moet via Google Hub. Zie je dat gekke ding? Ja. Ja. Zijn jullie gek? Zijn jullie allebei gek? Gekke meisjes. Moet je dat dan zien? Al zullen ze nog wat krijgen, maar ze krijgen niks. Ze hebben een rauwe frikandel gehad. Ze hebben snoepjes gehad de week keer. En ze hebben een koekje gehad. Dan is het ook eens een keer genoeg, hè? Ja. Dan is het ook een keer genoeg. Genoeg is genoeg. Vanavond later weer, oké? Okay? Dan zit je aan te kijken alsof ze het echt begrijpt. Dus. Maar oké, okay. Ja. Hè, Rijka? Dus ja, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van de avond. Want het is dus al lang al avond. Ja, ja. Het is alweer 7:10. Dus tijd om de televisie weer aan te gaan doen. Dokter House komt niet, het is zaterdag. En wat er wel komt, weet ik niet. Maar ik heb nog genoeg te doen, dus dat gaan we doen. En straks even een broodje eten, gewoon even gewoon een normaal broodje, geen ei, niks erop, daar heb ik geen zin in. Ik zat wel te denken, een broodje met gebakken ei heb ik wel aan zitten te denken. Misschien dat ik dat doe, maar dat weet ik nog niet zeker. Nee. Hè? Ja, met smeltkaas. Nee, je bent een vies, dus jij ook niet. Nee. Eerst droog is geworden. Ja, ga je maar wassen op de bank. Ja. Poefie. Dat dus. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van elkaar, met elkaar, van een heerlijke zaterdagavond. Hé, een open haard. Doe je open haard aan. En neem vanavond een lekker wijntje of wat je op mijn lust. En wees lief voor elkaar. En tegen elkaar. En met elkaar. Ja. Gewoon lief zijn. Dus ik zou zeggen, tot later. Doei. Zo, lieve vrienden, ja. We gaan weer sluiten voor vandaag. Want het is weer nacht. Het is inmiddels 2:53. Ja, ja. Dat, de tijd houdt geen kop wanneer je zelf stilzit. Ja. Oké. Snurkt er een. Kan ook gebeuren. Mijn haar zit nergens naar. Het is nat geweest van de regen en alles. Ja. Ik hoop dat het morgen beter wilt zitten. Want ik
vind dit op mijn niks. Maar in ieder geval, morgen een nieuwe dag. Oftewel vandaag al. Ik weet niet hoe die lopen gaat, maar ik weet wel dat ik wegga. Ja. En of ik nou alleen ga of niet, dat maakt me twee keer niks uit. Ik ga weg. .nl. En jullie gaan mee. Ja. Dat, zo simpel is dat. En of ik alleen ga, maak ik het ook gezellig. En gaat er een mee, wordt het ook gezellig. Ik weet nog niet hoe het lopen gaat, want morgenochtend gaat diegene ook erheen waar ik heen wil. Maar met een andere vriendin die ik niet kan. Nog nooit gezien. En dan wou diegene morgenmiddag met mij. Maar dan pas rond 2:30. Maar om 5:00 sluit de tent weer. Hoe dan? Ik wou er om 2:00 heen. Ja, het scheelt maar 1/2 uur, maar toch. En ze kunnen ook te laat komen, weet je. Dat, ja, breekt me de bek maar niet open. En dan, ik zei ook al, dan neem ik dus nooit zo'n taxi. Dat betaalt toch de gemeente. Hoef ik niet te betalen. Nee. Dan neem ik een taxi en rollator mee, hoppa. Kan ik ook zitten als ik die grote rollator meeneem. Zo simpel. Kan ik zitten, kan ik hier en daar kicken en doen. Maar we zien wel. We zullen het beleven. Hoe en wat. Ja. Maar in ieder geval, ik ga de televisie uitdoen. En, ik zal de meisjes nog even de tuin ingooien. Ons te beurt. Niet samen, want... Dan wordt er niks gedaan, dan ik hem maar gek doen. Dus, ja, snurk maar een eind heen. Ik hoorde gewoon. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, welterusten. Slaap lekker met mooie dromen. En uiteraard allemaal gezond uit je bed zien te komen. En het is morgen dus zondag. Dus ja, degene die naar de kerk gaan, een hele fijne, liefdevolle kerkdienst gewenst. En met Gods zegen zal het allemaal wel lukken, zowel bij jullie, zowel bij een ander. En ook gewoon een fijne dag voor degene die niet naar de kerk gaan. Ook die krijgen Gods zegen van mijn cadeau. Dus ja, zo simpel is dat. Ja, we geven alles cadeau. Allemaal liefde. Liefde, liefde, liefde. Ik snap niet waarom men dat niet kan, hè? Net zoals op Facebook. Waarom kan er niet fatsoenlijk gepraat worden? Ook al is er eentje fout. Moet je die dan de huid vol kafferen of wat dan ook? Ik weet het niet, ik weet het niet. Maar dat kan ook op een andere manier. En pak elkaar anders in Messenger, privé. Zodat de rest van de groep het niet in de gaten hebt. Ik geloof dat ik toch maar weer eens een keer een video ga maken. Alleen voor de 50 plus. Ja, komt ook wel op YouTube te staan, maar dat boeit me lekker niet. Dat geldt gewoon voor iedereen. Ja, maar ik zet hem dan onbewust op de 50 plus neer. Zo simpel. Het is toch niet zo moeilijk om dat te doen? Kom op, hoe oud zijn ze? In plaats van 50 plus lijkt het wel 50 min. Oftewel, kleine kindertjes die er zitten. Nou, kom op zeg. Doe normaal en wees volwassen. En ga niet zitten te voeteren op eentje die het in jouw ogen verkeerd of fout hebt gedaan. We zitten niet meer op school of wat dan ook, hè. Dus je hoeft niet iemand de les te lezen van dat heb je niet goed gedaan. Je had dat beter zo en zo kunnen doen. Nee. Pak elkaar in Messenger. En bespreek het op een normale manier en maak geen ruzie. Ja, doe normaal, wees lief. Kan ik zo vaak zeggen, wees lief. Maar ja, velen die denken van je, wat is nou het woord lief, wat houdt dat in? Weten ze niet eens meer, denk ik. En ook degene die jonger zijn dan wij, nou... Er zijn mensen bij, dat denk je ook, achter het behang plakken. Ja, echt. Nee. Het is nou helemaal zo, de wereld is raar. De mensheid is raar. En wat je eraan doen kan, nou ja, gewoon je eigen leven leven. En probeer lief te zijn tegen een ander, kan je dat niet, draai je dan om en loop weg. Ja, dan... Heb je gewoon je best gedaan en dan ga je gewoon weg en dan laat je diegene gewoon met rust.
Dan ben je eigenlijk ook lief, maar op een andere manier. Dus, maar oké, lieve vrienden, nogmaals, God zegen en tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei.